Kerk. Marianne Zwageman en Maurice de Hond. Ah, nou gaat het toch. Meerderheid, minderheid, extra parlementair, zakenkabinet. Niets is zo onvoorspelbaar als deze formatie. Wat zal eruit komen? Krijgen we echt Geert Wilders als minister-president of toch Ronald Plasterk? Marianne Zwageman en Maurice de Hond nemen je mee, dwars door de formatie. Goedemorgen Maurice, goedemorgen kijkers en luisteraars. Nou dacht ik, ik ga het even helemaal goed doen met die lieder, met mijn logootje eronder, helemaal profi. Ging het toch weer niet helemaal goed. Nou ja, dat ga ik oplossen voor de mensen die terugkijken. Maar voor de live kijkers, ja, dat is het leuke van live. Hè? Dan gaat er ook van alles mis. Dit is ook de eerste keer live vanuit mijn bus. Ik neem wel heel vaak op in mijn bus. Maar live heb ik nog nooit gedaan. Dus dat is ook nog even spannend. Maar zo te zien gaat het allemaal goed. Nou, leuk dat iedereen er weer is. Het is niet zo'n hele vrolijke dag. Ik weet niet hoe jij ging slapen, Maurice. Maar ik ging nog even de slingers ophangen voor die andere belangrijke hond in mijn leven. Want die is vandaag jarig. Bruce is 3 geworden vandaag. Dankjewel. En dat is voor een hondenleeftijd heel belangrijk. Want dan ben je volwassen. Hè? Hij is geen puber meer. Dus hij moet zich nu een uurtje gedragen hier buiten de bus. Maar dat, ik stond die ballonnen op te blazen. En toch met een beetje dat onbestemde gevoel. We denderen misschien gewoon. Ja, de derde wereldoorlog in, die volgens mij al bezig is sinds 9-11. Maar die gaat een volgende fase in. Met dat idee ging ik een beetje, kroop ik in mijn bed, eerlijk gezegd. Ja, ik ben nog even wakker gebleven, omdat ik wist dat rond 1 uur, 2 uur de raketten in Israël zouden komen. Maar goed, de schade in Israël is heel beperkt. De grote vraag is, wat er komt er hierna, maar. En dat geldt eigenlijk ook voor Rusland, Oekraïne en ook in deze oorlog. Het lijkt wel of het continu verder escaleert. Beide. Ja, terwijl oorlogen kun je niet winnen. Hè? Oorlogen kennen alleen maar verliezers behalve de wapenindustrie. En dit lijkt wel weer zo'n wedstrijdje verplassen tussen die wapenfabrikanten. Iran wil zich denk ik ook gewoon even meten. Ik bedoel, dat is het nadeel als je dat soort bommen maakt. Dan zijn er ook mensen die langzamerhand in hun tijd dat ze nog op aarde rondlopen ook willen zien of die dingen werken. Dus die willen gewoon op die knop drukken en kijken wat er gebeurt. En ja, ik voel me altijd heel machteloos daarover, want je kan er als burger niet zoveel aan doen. Je kunt ook niet vluchten, want waar kun je naartoe? Ik heb mijn bus, ik zou weg kunnen rijden, maar ja, laat je dan iedereen hier achter en ben je daar dan wel veilig? Dat soort gedachten houden me dan bezig. En tegelijkertijd moeten wij het nu voor de 18e keer over de formatie gaan hebben die niet opschiet. Terwijl dit ook alles mogelijk weer in een heel ander perspectief zet. En ik had ook in de aankondiging van onze uitzending van vandaag al staan. Je merkte vorig weekend, wij zitten natuurlijk altijd tussen WNL op zondag en Buitenhof. Dus dan zien we WNL op zondag niet of nauwelijks of maar een klein stukje. Maar als je ziet wat Jesse Klaver daar allemaal uit heeft zitten braken vorige week, dan kunnen we vaststellen dat de campagne voor de EU volle bak begonnen is nu. En dat betekent dat alle partijen weer in de campagnestand gaan. En je moet juist in een formatie uit de campagnestand en niet meer de hele tijd hebben over waar je verschilt, maar waar je met elkaar oplossingen kunt verzinnen. Het lijkt me allemaal verder weg dan ooit. Of ben ik nou te negatief deze uitzending begonnen, Maurice? Nee, maar eigenlijk wil ik dat gedoe rond de formatie ook wel in verband brengen met wat het eerste gedeelte was van wat we zeiden over ja, de oorlog, zowel Oekraïne, Rusland als nu in het Midden-Oosten, of al een tijdje in het Midden-Oosten. Ja, de wereld wordt een steeds onveilige plek. Er kunnen heel veel onverwachte dingen gebeuren. Trouwens, niet alleen door die oorlogen, maar op andere plekken. En onze politici, en dat zeg ik allemaal, hè, dan heb ik niet over die en die, spelen het klaar om ja, al meer dan de helft van de tijd sinds begin 2021 demissionair te zijn. En ruim 4 maanden na de verkiezingen nog geen kabinet te hebben. Ik bedoel, een beter bewijs van A, dat de politiek niet meer werkt in Nederland, dat het stelsel totaal achterhaald is en niet adequaat meer de mogelijkheid creëert. En ik denk dat alle politici, of ze nou nu met die formatie bezig zijn of daaromheen, de anderen, zich eigenlijk diep moeten schamen
voor wat ze met elkaar aan het doen zijn. Nou ja, of niet aan het doen zijn. Ik schreef het ook in mijn Telegraaf-column vrijdag. Die komt later vandaag op mijn eigen site, als ik klaar ben met het vieren met Bruce. Stel je voor, je gaat meedoen aan een sollicitatieprocedure voor een hele gewilde baan. Er zijn heel veel kandidaten, dus het is zo'n procedure waar je eerst met HR praat en dan met de directeur van het bedrijf en de president-commissaris wil nog even met je praten. Je moet naar zo'n duur assessmentbureau, je moet rollenspellen doen, je draait een dagje mee op de afdeling en dan, ja hoor, jij hebt gewonnen, jij krijgt de baan. En dan ga je in de entreehal van dat bedrijf zitten, 4 maanden lang. En ga je, terwijl je salaris wordt betaald, je auto van de zaak is volgereden, je bonusregeling is in werking. En jij gaat gewoon in die hal zitten denken van ja, wat ga ik hier eigenlijk doen? Dat kan toch niet? Dat kan nergens. Wat denken deze mensen? Ze worden gewoon betaald om dit land te gaan regeren. En ze doen het gewoon niet. Zo langzamerhand word ik er echt heel erg boos over. Ja, er zijn er 2 opmerkingen over te maken. In de eerste plaats, het probleem is, en nogmaals, dat is ons stelsel, dat ze, en dat doen ze met uitgebreide regeerakkoorden, maar blijkbaar nu ook, dat ze over heel veel dingen met elkaar eens moeten worden, terwijl het 4 verschillende partijen zijn. Als je nou een stelsel hebt met 2, waar uiteindelijk 2 partijen gaan regeren, of 1 die de meerderheid heeft, dan is het eenvoudiger om te vertalen wat de kiezer wil in een regering. Maar nu zie je met 4 partijen. En die 4 partijen zijn eigenlijk voortdurend, en dat was ook bij de vorige formatie ook, zijn allemaal met componentjes bezig om deals te maken. Deals die op het moment dat de regering gevormd wordt al bijna achterhaald zijn door de werkelijkheid. Dat is opmerking 1. Ja. Opmerking 2. En dat heb ik een tijdje geleden al gezegd. En dat punt komt eigenlijk steeds dichterbij. In oorlogstijd komt er doorgaans een nationaal kabinet. Het zou mij niet verbazen dat we uiteindelijk niet een formatie hebben die tot een combinatie van 4 partijen leidt, in welke vorm dan ook. Maar dat ons volgende kabinet gewoon een oorlogskabinet is. Omdat de wereld zoveel spanning is, dat er gewoon een kabinet moet gevormd worden waar meerdere partijen over bij betrokken zijn. Ja, maar toch even, een oorlogskabinet heb je denk ik pas als het daadwerkelijk oorlog aan je eigen buitengrens is. En dat is het. Zover is het gelukkig natuurlijk nog niet. Nee, maar, ja? Even onderbreken daarin. Wat het grote gevaar ook is, hè, los van de wapens, is dat door de ontwikkelingen daar het grote gevolg gaat hebben voor de economie in Europa. Door een sterke verhoging van brandstofprijzen. Door een gebrek aan aanvoer van whatever. Dat betekent ook een veel grotere onrust onder de bevolking dan er al is. Dus bij oorlog bedoel ik niet in de fysieke zin dat we aangevallen worden door een buitenlandse vijand in ons land. Maar dat er zoveel onrust is in de samenleving, niet alleen in Nederland, maar in Europa, dat de enige manier om dat, en dan zeg ik nu oorlog, maar eigenlijk is het gewoon een nationaal kabinet. Een crisiskabinet. Omdat het probleem, ja, een crisiskabinet. Dus het oorlogskabinet is als woord dan fout. Maar het zou mij niet verbazen dat het volgende kabinet een crisiskabinet wordt, waar veel meer partijen bij betrokken zijn, omdat de situatie een crisis is. Ja, ik zie wel wat je bedoelt. Want dan kom je een beetje weer terug eigenlijk in de coronatijd. Want daar kwamen natuurlijk ook al die aanvoerlijnen. Die kwamen tot stilstand. En die hele economie die ging op de schop. En het grote verschil was wel toen. Toen was het geld nog redelijk gratis. Hè? Dus toen kon de regering heel snel allerlei best wel adequate steunpakketten voor allerlei bedrijven inrichten. Maar we zitten nu nog in de nasleep daarvan. Er moeten nog allerlei faillissementen ook gewoon komen, hè, van bedrijven die nog in de problemen zitten. Dus ze zullen niet nog een keer zoiets moeten doen. Maar toen zat er in ieder geval een kabinet. Je moet er niet aan denken dat je in daadwerkelijk zo'n crisissituatie komt. Want je moet ook bijvoorbeeld misschien denken aan, ja, aanslagen of andere vreselijke dingen, gijzelingen. Hè, er worden bevolkingsgroepen natuurlijk nu zo tegen elkaar opgezet. Ook bevolkingsgroepen die hier in Europa en in Nederland rondlopen. Wat je dan juist moet hebben is een stabiel kabinet. En niet de situatie, dat rare vacuüm waar we nu in zitten. Dat vind ik echt levensgevaarlijk.
Ja, maar dat was ook wat ik bedoelde. Dus blijkbaar is er bij die vier niet een situatie waarin ze dit soort urgentie hebben en zeggen, jongens, wat onze verschillen zijn, die lossen we of op, of die lossen we later wel op. Maar er moet nu een kabinet komen. Ja. En dan komt er een kabinet waarbij we erkennen dat we nog punten hebben waar we niet uitkomen. Maar dat gaan we oplossen met elkaar. En dat gaan we oplossen met meerderheden in de Kamer. Dat is wat ik die vier kan kwalijk nemen. Maar waar ik echt bang voor ben, en zeker ook naar de Europese verkiezingen toe en daarna, maar nogmaals, ook door de wereldsituatie, dat de onrust nog veel sterker wordt op allerlei componenten in de samenleving. En dat we het niet door kunnen gaan zonder een missionaire regering de een of de andere kant op. Nee, want dat, weet je, die spanningen in de samenleving, die zullen ook nog verder aangejaagd worden door de Europese verkiezingscampagne. Die gaat heel erg draaien om migratie. Je zag het in het klein een beetje gebeuren. Jij hebt er nog een stuk over geschreven met Haptema de Hoop. Overigens was ik in shock dat jij naar Vandaag Insight blijkt te kijken. Jij blijkt gewoon naar Johan Derks te kijken. Ik moet zeggen, dat is toch een heel klein minpuntje wel voor jou. Maar het gevoel dat heel veel mensen hebben die in Nederland wel proberen mee te doen. Van het maakt niet uit hoe hard ik werk. Ik doe toch niet mee. Ik mag er toch niet zijn. Maar aan de andere kant, daar schrok ik zelf ook van. Die video heeft ook iedereen denk ik wel gezien aan het einde van de Ramadan. Dat bij die Asuna moskee in Den Haag, mijn stad. Dat er daar een enorm gebed buiten op straat was. En de politie daar koffie uit liep te delen. Dat is de moskee waar ik een jaar of drie, vier geleden was het denk ik, aangifte tegen heb gedaan. Omdat ze genitale verminking promoten en allerlei andere vrouwonvriendelijke shit. Toen ik aangifte ging doen bij diezelfde politie die hier nu koffie stond uit te delen, deden ze voor mij de deur niet open. Hè? Zeiden ze, mevrouw, doet u het maar even buiten in de brievenbus. Letterlijk gebeurde dit, hè? Op de Hoefkade, midden in de Schilderswijk in Den Haag, doen ze gewoon de deur niet open als je aangifte komt doen tegen een moskee. Maar bij diezelfde moskee, waarvan we weten dat het haatzaaiers zijn, dat er geldstromen komen vanuit landen als Iran, waar ze het heerlijk vinden dat salafisme in Nederland ook wordt verspreid, dat krijgt dan allemaal ruim baan. En dat soort dingen zullen op scherp worden gezet in de verkiezingscampagne, juist op het moment dat die bevolkingsgroepen al in een soort oorlogsstand lijken te gaan komen naar elkaar. Daar moet je niet nog extra lontjes in het kruidvat stoppen. En dat is wat er denk ik in die campagne wel gaat gebeuren. Ja, even een kleine opmerking daarvoor. Ik oriënteer me altijd breed. Ik ben geabonneerd op de Volkskrant en op de Telegraaf. Ik kijk dat naar Op1. Dat een goed idee. Ik kijk naar Op1 en Vandaag Insight, omdat ik juist alles van alle kanten wil zien. Juist wil zien wat de standpunten zijn bij verschillende kanten en hoe die onderbouwd wordt. En dan probeer ik de basisinformatie te vinden om te kijken van wat is waard wat er staat. Ja. Dat is de manier waarop ik mij informeer en op de manier waarop ik mijn mening kan vormen. Dat is één. Ik weet niet zeker of de campagne zelf ontzettend veel een lont in het kruidvat zal zijn. Mijn grote vraag, maar wat ik al eerder had aangegeven, de grote vraag is, wat gaat Wilders doen in de aanloop naar die verkiezingen? En ja, die hangt weer helemaal af waar de formatie op dat moment staat. Mijn taxatie is, als die formatie goed loopt of afgerond is met een kabinet waar PVV bij betrokken is, gaat Wilders geen harde campagne voeren. Want of hij nou 8, 9, 10 of 11 zetels krijgt, kan hem niks schelen. In Europa, als de formatie afgebroken is of nog door bezig is te gaan, dan wordt het ook een referendum in Nederland over de formatie. En dan zal het niet anders gebeuren dan dat Wilders daar ook een actieve rol bij speelt. Want die wil dan uit de uitslag van de Europese parlementsverkiezing een soort onderbouwing krijgen van kijk eens wat de Nederlander wil. Maar dat hangt echt helemaal af wat de komende 4 weken in de formatie gebeurt. Want ja, dan weten we pas wat de lijn zal zijn in de richting van die Europese parlementsverkiezingen.
Ik wil toch zo nog even, toch even terug op mijn punt van gaat de boel niet op scherp in die campagne. Maar eerst even naar die vraag van Nico Kost, die al een tijd in beeld staat. Het ligt toch niet aan het systeem, maar juist aan de mensen die het systeem bevolken. Politici zitten allemaal in hun eigen bubbel. Dat wat jij net zei van het systeem is niet goed en dit en dat. Dat is vaak ook gewoon hoe wij het nou eenmaal doen. Hè? Dat heeft allemaal per se niet te maken met hoe het in de wet staat. Dat is hoe wij het gewend zijn te doen. Heel veel dingen zijn ze gewoon maar aan het uitvinden zoals ze aan het uitvinden zijn. En als je kijkt naar die formatie, wat ik het grote probleem vind. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik schreef het ook vrijdag weer in mijn column. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Het wordt weer net zo aangevlogen als alle formaties hiervoor. Met die Richard van Zwol, die al vanaf zijn 29ste aan formatietafel zit in allerlei verschillende rollen. Meestal als secretaris of weet ik veel, maar die weet hoe het spelletje gespeeld wordt. Maar dat vind ik hier nu juist het probleem. Volgens mij, kijk, ik heb sinds een jaar of twee heb ik het woord innovatiestratege niet meer in mijn biografie staan op LinkedIn en op mijn visitekaartje, omdat ik eigenlijk dat werk niet meer doe. Maar dat heb ik jaren wel gedaan. Ook eerst bij de Telegraaf en later als zelfstandige voor andere bedrijven. Bedrijven helpen met innoveren. En dan gaat het er dus om. En dat ik heb het bij de Telegraaf meegemaakt. Maar jij eerder ook bij Wegener. Hè? Wij hebben allebei geprobeerd bij een traditioneel krantenbedrijf digitale afdelingen op te zetten. Ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Want je komt in een omgeving waar mensen gewoon gewend zijn om elke dag te zorgen dat de krant op tijd in de brievenbus zit. En dan moeten ze ineens iets heel anders gaan doen. Dat is super ingewikkeld. Dat is ook een vak. Verandermanagement en innovatie is een vak. En er zit niemand daar aan tafel die daar verstand van heeft. Ik had liever twee informateurs gezien. Gewoon die heel, heel ervaren zijn in verandermanagement. Of ik heb het al eens eerder gezegd, die Peter Wenning, die directeur van ASML. Mensen die gewoon weten hoe kan je heel snel een tanker van koers laten veranderen. En nu zitten er allemaal mensen aan tafel. Ja, die weer hetzelfde zitten te doen als wat ze altijd deden. Maar dan gaan we er dus gewoon niet komen. Nee, maar dat deel ben ik met je eens. Maar het ligt wel aan het politieke stelsel. Want het politieke stelsel zit zo in elkaar. En dat is door de grondwet bepaald. Ja, dat we doordat we nu die versplintering hebben, nu met vier partijen een regering moeten vormen. Terwijl in het verleden was het zo dat je dat met twee hooguit drie deed. Ja. En veel eerder heb ik ook, en er zijn ook meerdere ook die dat gezegd hebben, dat stelsel past niet meer bij de samenleving. Dus ja, die vier die bij elkaar zitten zijn ook niet van het innovatiemanagement wat je zegt. Maar het stelsel beperkt ze daarbij ook. En dat stelsel dus zou ingrijpend veranderd kunnen worden. Het simpele feit, er zijn landen die zeggen, als jij binnen zoveel tijd geen regering hebt, komen er nieuwe verkiezingen. Ja. Kan niet, want het staat niet in de grondwet. De premier kan rechtstreeks gekozen worden. Is ook een mogelijkheid. Maar wij hebben nu een versplinterde samenleving. We hadden vroeger, laat ik zeggen, 40, 50 zetels, hadden de twee grootste partijen. En ze hadden nog, er was nog één partij bij en ze hadden een meerderheid. We hebben nu bijvoorbeeld, ook al in 2017, tot 2023 waren het vier partijen waarbij de VVD met D66 bij elkaar zaten om überhaupt een meerderheid te krijgen. Dus daarmee geeft het stelsel uitermate veel beperkingen ten aanzien van innovatie die je eigenlijk zou willen. Ja, daar heb je gelijk in. Dat bestrijd ik niet. En tegelijkertijd, en dat weet jij net zo goed als ik, want we hebben allebei op verschillende plekken in het bedrijfsleven rondgelopen. Dat is in het bedrijfsleven niet anders. Daar veranderen ook continu de omstandigheden. Of het nou wetgeving is, of door technologie, of dat er een nieuwe generatie de arbeidsmarkt op komt die hele andere dingen wil. Of er komt ineens een concurrent die je niet aan zag komen. Je maakte Walkmans en er kwam een iPod en weet ik veel. Dus dat is niet anders. En daar heb je ook in dat hele innovatiemanagement heb je steeds een vernieuwing van dat vak. Dus eerst werden er plannen gemaakt. Toen zeiden ze, nee, dan heb je één plan, daar kan je niet op sturen, want de wereld verandert. Nou, dan maken we scenario's. Hè? De hele tijd is scenario planning is een enorm ding geweest. Shell beheerste dat tot in de perfectie. Hè? Die hadden 4, 5, 6 scenario's voor allerlei dingen. Maar nu zijn zelfs scenario's al heel snel achterhaald.
En moet je op een hele dynamische manier. Er is geen innovatief bedrijf meer dat nog planningen maakt die langer zijn dan 2-3 maanden. Want het speelveld verandert continu. Dus je moet het ook zien als een speelveld waar soms staan er 11 spelers en soms staan er 8 en dan staan er weer 3. Dus het gaat mij erom dat er blijkbaar dus niemand daar aan die tafel zit die op zoek kan gaan, die het eigenlijk ook vanuit een soort speelveld benadert. Van jongens, jullie staan nu opgesteld, dat heeft de kiezer gedaan. Is niet meer over te discussiëren. Jullie willen een aantal dingen radicaal veranderen. Daar hebben jullie een overeenkomst. Dan gaan we het spel zo inrichten dat we dat voor elkaar krijgen. En dan moet de een toch scoren en de ander moet de verdediging doen. En weet ik veel, je hebt allemaal rollen in dat spel. Maar ze vliegen hem volgens mij gewoon zo niet aan. Daar ben ik 100% mee eens. Daar ben ik 100% mee eens. Maar dat is mede het gevolg dat ook in de 20, 30 jaar daarvoor, men ook geen enkele poging heeft gedaan om die politieke cultuur te veranderen en het politieke stelsel te veranderen. Wat tot die versplintering in die samenleving mede heeft geleid. En verkiezingsuitslagen, waardoor je 4 partijen nodig hebt. En dan moet die ook nog passen op een Eerste Kamer die ook weer anders in elkaar zit. Ja, maar ten eerste is dat niet helemaal waar wat je zegt. Want er ligt dat uitstekende rapport van Johan Remkes. Dat ligt er al een heel aantal jaren. De staatkundige vernieuwing. Hè? De staatscommissie heeft die ook gedaan. Of parlementaire vernieuwing. Daar staan echt een heleboel hele goede suggesties in. Een aantal daarvan is ook wel een heel klein beetje opgepakt. Dus het is echt niet zo dat ze er nooit over nagedacht hebben. En ook binnen de Tweede Kamer zelf heeft Kees van der Staaij nog weer zo'n heel project geleid met hoe kunnen we onze wetgeving beter maken en dit en met dat. Maar toch is dat hetzelfde als wat ik dan bij de Telegraaf had van maar we hebben nou helemaal een drukpers. Weet je hoeveel we daarin geïnvesteerd hebben? Dus we blijven gewoon krantjes drukken, want die drukpers is nog niet afgeschreven. Ik bedoel, je hebt altijd dingen die nou eenmaal een gegeven zijn en kun je daar omheen dan toch proberen om dat te vinden wat je met elkaar wil veranderen. En ik had nog even contact met Pieter Omtzigt van de week. Want ik vroeg hem waar die uitstekende speech van hem bleef. Die zou hij dit weekend ook als geschreven tekst op zijn site zetten. En ze hebben inmiddels ook op het YouTube-kanaal van Pieter Omtzigt die speech die hij vorige week hield op zijn ledencongres. Die hebben ze ook even losgeknipt. Dus je hoeft niet meer die hele 4 uur te zoeken waar die zit. Ik raad toch nog steeds mensen aan, luister naar die speech. Daar heeft hij een heel inspirerend verhaal waar hij ook zegt, we moeten de samenleving weer meer gaan betrekken. Hè? Dus als er geen woningen worden gebouwd in jouw gemeente, wat ga jij dan doen? Ga naar je gemeente toe, ga naar je woningbouwvereniging toe, bemoei je ermee. Niet allemaal naar de overheid gaan zitten kijken. Super inspirerend. Dan denk ik, ga dan met elkaar, want volgens mij is dat de energie die BBB ook heeft, die het PVV misschien ook wel zou kunnen krijgen. En bij de VVD is hij ook los te weken. Ga dan met elkaar bouwen aan dat land wat je samen neer wilt zetten. En ik weet dat er mensen die aan de formatietafel kijken en luisteren naar ons. Mensen die aan de formatietafel zitten. Dus bij deze dan de oproep. Jongens, haal even 1 of 2 supergoede innovatiestrategen binnen. Je hoeft mij niet per se te bellen, maar ik zou ook bij kunnen helpen. Maar dit loopt niet goed af op deze manier. En het duurt te lang, want daar wil ik even naartoe. Ondertussen is de huidige weggestemde regering gewoon weer de begroting voor het voorjaar aan het maken. En allerlei plannetjes aan het uitrollen die wij helemaal niet willen. Nee, exact. Daar heb je volkomen gelijk. Ik bedoel, dat had je verwacht dat Pieter Omtzigt dat erin zou brengen. En bij de formatie zijn allerlei dingen weer anders gegaan op een gegeven ogenblik. Maar dan heb je die reden. En dat zou eigenlijk het startpunt inderdaad weer kunnen zijn. Jongens, bouw daar nou om een aanpak. Alleen, ik denk echt gewoon dat de politiek zichzelf zo verschrikkelijk in de weg zit. En dat er ook heel veel mensen in de verschillende fracties zitten die opgegroeid zijn in dat politieke stelsel. En last but not least, en onderschat dat niet, plus media die er omheen zitten, die helemaal conserverend zijn. En die dan inderdaad Klaver uitnodigen. En daarna zien we Jette. En dan zien we Timmermans. En dan zien we Mona Keizer. Enzovoorts. En die krijgen dan door die journalisten
de vragen die ze ook 5 jaar geleden gesteld zouden hebben, en 10 jaar geleden gesteld zouden, en 30 jaar geleden gesteld zouden hebben. Dus dat die hele omveld is ook helemaal niet gericht op verandering. Nee, dus als ik naar Nieuwsuur kijk of naar Opeen kijk, dan zijn dat de vragen die daar gesteld zijn, die geven ook absoluut geen ruimte voor vernieuwing. Dat is het probleem ook. Ja, maar dat vind ik te makkelijk. Kijk, het maakt niet uit welke vraag je gesteld wordt. Dat weet jij ook, want jij treedt al je hele leven op in de media. Dan doe je een wiegeltje. Je geeft namelijk het antwoord wat jij daar wil geven. Dus je hoeft niet altijd mee te gaan in de richting waar journalisten je naartoe sturen. En als jij daadwerkelijk iets heel nieuws gaat doen, en al die journalisten hebben ook geen flauw idee, die zouden ook allemaal eventjes misschien een masterclassje, verandermanagement moeten doen, om ook te snappen van, oh oké, zo vlieg je dat aan. Nou, desnoods organiseer je dat. Dan organiseer je een masterclass verandermanagement, openbaar, voor alle Kamerleden en voor alle journalisten. Dat mensen even meegenomen worden in, jongens, we gaan het nu heel anders doen. En als jij stomme vragen krijgt, dan geef je daar geen antwoord op. Maar wat je nu zei van die NPO, dat vind ik ook te bizar voor woorden. Dan is er van de week gewoon een debat in de Tweede Kamer over jouw opheffing, de opheffing van de NPO, omdat je te links bent en omdat je het sentiment in Nederland niet aanvoelt. En wat ga je vervolgens doen? Je gaat Klaver weer avond aan avond in de talkshow zitten. Maar dan wil je toch dood? Dat is toch zelfmoord wat ze daaraan doen zijn? Ja, maar ik bedoel het wel een beetje anders, hoor. Ik bedoel niet alleen de vragen die ze stellen, maar bij Nieuwsuur zijn ze niet aan het interviewen, maar zijn ze aan het commentariëren. Als ik Sander van der Wulp in het journaal zie, of degene bij Nieuwsuur, dan beschrijven ze wat er in de politiek aan de hand is. En zoals zij het neerzetten, is ook de aanhang die het hoort, de leden die het horen, worden daar het meest door beïnvloed. Want we hebben niet na er waren 2 congressen, D66 en Omtzigt. Omtzigt had een hele bijzondere reden. Alleen, waar ging het dan bij over in de media? Het congres van D66. En dat bedoel ik ermee. Dus als ze nou, nadat ze Omtzigt gehoord hadden, dat hadden opgepikt als het belangrijkste nieuws van dit weekend, is de visie die Omtzigt nu heeft neergezet. En daar gaan we de maandag en dinsdag over in de talkshows en de Nieuwsuur verder over spreken. Hoe kunnen we dit gaan realiseren? Nee, waar ze het dan over hebben is met name hoe D66 zich als de toekomstige oppositieleider opstelt. Ja. En dat bedoel ik. Dat gaat dus niet alleen om het interviewen van die mensen, maar waar ze zich op concentreren. En de manier waarop zij het doen, geven ze geen ruimte aan die vernieuwing, omdat ze die vernieuwingsmogelijkheden ook niet communiceren in de richting van hun kijkers. Dat is wat ik bedoel. Nee, dat klopt inderdaad. Maar kijk, naar Nieuwsuur kijkt echt bijna helemaal niemand meer. Het allerbest bekeken programma van de NPO is het 8-uur-journaal. En daar kijken nog 1,5 miljoen mensen naar. Dus daar kijken 17 miljoen mensen niet naar. En alle politici die ertoe doen, hebben behoorlijk bereik opgebouwd op de sociale media. Hè. Dat geldt voor Omtzigt, dat geldt voor Caroline, dat geldt zeker voor Wilders. Die kunnen ook op zondagochtend denken, hey, ik zet mijn StreamYard aan en ik ga eens eventjes een uur tegen mijn kiezers aanpraten over hoe ik het van plan ben te doen. Het simpele feit dat ik Omtzigt, ik wil die man al niet te veel lastigvallen, want ik snap hoe druk hij het heeft. Maar had ik Omtzigt een berichtje moeten sturen van, Pieter, ik heb zelf al gezocht, maar ik kan nergens op jullie site of op jouw socials, kan ik de geschreven tekst van jouw speech vinden. Want ik wilde een stukje daarvan vrijdag in mijn column stoppen. Uiteindelijk kwam het er ook niet in, omdat je altijd te weinig woorden hebt. Je moet altijd schrappen. Maar dan moet ik hem donderdagavond een berichtje sturen van, Pieter, kan ik die tekst ergens vinden? Zegt, ja, er moet nog geredigeerd worden. En dit en dat komt waarschijnlijk van het weekend. Hij zegt, nou, ik wil hem je onder embargo wel sturen, maar dan mag je hem niet publiceren. Ik zeg, nee, natuurlijk ga ik hem niet publiceren. Dus dan stuurt hij mij wel die tekst. Maar zoveel moeite moet ik überhaupt doen om eraan te komen. Terwijl, ze kunnen ook zelf, of zet alsjeblieft gewoon een camera op die formatie.
Waarom niet? Het kan gewoon. De technologie is er. Weet je, en ik snap heus als je dingen moet onderhandelen die mogelijk pijnlijk zijn voor één partij, omdat ze dingen in moeten leveren. Nou, dan zeg je dat ook gewoon. We zijn toch niet achterlijk? Dan zeg je, jongens, even een zwart blaadje voor de camera. Want we gaan nu eventjes iets bespreken waar jullie later wel een keer van horen wat de uitkomst is. Gooi het in de openbaarheid, pak je eigen publiek. Waarom maak je je afhankelijk van media die ook maar een heel klein stukje van de wereld bereiken? Nou ja, wat veel makkelijker is binnen 2-3 weken een kabinet vormen waar je nog amper afspraken hebt gemaakt. En vervolgens samen met de Kamer het beleid ontwikkelen. Dan hoef je niet in een formatie allemaal dingen te doen. Dan doe je het in het openbaar voor een groot deel ook in de Kamer. Prima, eigenlijk is dat dan heb je een paar basisdingen op papier. En vervolgens zorg je dat de andere dingen vanuit de Kamer, in een wisselwerking met de Kamer gebeuren. Ik bedoel, dat kan ook. In feite, wat er nu natuurlijk gewoon al gebeurt, hè? Dus er zit een ministersploegje, dat zegt iets over het mestbeleid, of over er moet geld naar Oekraïne, of weet ik veel, allerlei dingen die wij Nederlanders helemaal niet willen. En vervolgens zegt de Tweede Kamer, die wel door ons is gekozen, oh vrienden, dat gaan we even niet doen, we gaan hier even lekker op de rem staan. In feite de situatie die we nu hebben. Dus ze hoeven helemaal, desnoods zetten ze niks op papier. Zetten ze gewoon wat nieuwe ministers neer en gaan ze door zoals we nu gaan. Wat is het probleem? Want je ziet het nu al gebeuren. Dat is precies wat ik eigenlijk bedoelde. Je kan met heel weinig op papier kan je beginnen. En dan zeg je, eigenlijk is bijna alle punten zijn vrije kwesties. En ja. die worden dus door meer, met name in een wisselwerking met de Kamer, door meerderheden bepaald. Alleen heb je dan wel een hele, hele goede minister van Financiën nodig. Die een beetje een in de gaten houdt. Ja, en een goede premier. Maar vooral die minister van Financiën, die moet even wel totale overzicht houden van allemaal leuk deze dingen, maar gaan we hier niet aan failliet. Dus eigenlijk zoeken we maar twee hele goede kandidaten. Een minister-president en een minister van Financiën. En de rest maakt allemaal niet uit wat je daar neerpleurt. Want dat beleid wordt in de Kamer gemaakt. En dat ministerie gaat toch zijn eigen gang. Hè? Ik bedoel, dat weten we inmiddels ook al. Maar daarom, ja, weet je, dat zei ik ook in mijn column vrijdag. We hebben echt een Jan Timmer-achtige type nodig, die bij Philips toen de helft van personeel eruit trapte. Die ambtenaren, weet je, ik gebruikte dat voorbeeld van die afwikkeling van dat toeslagenschandaal. Nou, dat zou toen in 2020 gaan, die totale afwikkeling, die zou 500 miljoen euro gaan kosten, een half miljard. Het gaat nu al 10.000 miljoen euro kosten. 10 miljard. Ik zeg expres 10.000 miljoen, want je gaat dus van 500 miljoen naar 10.000 miljoen. Dus zo gigantisch loopt het uit de hand. En om die schade af te wikkelen zijn er inmiddels 2350 ambtenaren fulltime daarmee bezig. Terwijl die afdeling die toeslagen deed, daar werkten maar 600 mensen. Dat je denkt, er gaat iets zodanig niet goed. Schop in ieder geval gewoon per direct, gewoon hup, per de eerste van de maand, de helft van alle ambtenaren naar huis. Gewoon at random. Gewoon, je verdeelt gewoon in tweeën en de ene ploeg morgen ontslagen. Ik weet dat je ze waarschijnlijk niet eens gaat missen. En die paar die je mist, die haal je daarna terug. Weet je, dat soort rigoureuze ingrepen zijn er nu nodig. Daarom denk ik toch dat het alleen kan met een minister-president die van buiten komt. Ja, toch zo'n ASML-man die gewend is om met zo'n bijltje te hakken. In de politiek is er niemand die dat kan. Gek, hè? Ik heb nou het gevoel dat je nu dit gezegd hebt, dat je zeker niet wordt uitgenodigd als innovatiemanager bij de formatie. Nou, ik denk dat mijn kansen zijn gestegen. Nee, maar dat maakt mij niet uit. Nee, maar er zijn hele goede mensen. Maar, weet je, mensen uit het bedrijfsleven, haal er geen hoogleraren bij. Kijk, de politiek is wel echt anders dan het bedrijfsleven. Dat begrijp ik heel goed. Maar je kunt wel in ieder geval lering trekken uit het bedrijfsleven. En dat wordt gewoon niet gedaan. Je kan niet in een soort, die ambtenaren zijn een soort zelfreizend bakmeel. Ja, maar weet je wat, ik ben dat niet helemaal niet met je eens. Mijn eigen ervaring was altijd dat je met mensen, als je ze veel verantwoordelijkheid geeft en goed met elkaar overlegt, heel veel kan bereiken. Dus het gaat er niet om dat je met de helft van de ambtenaren ongeveer hetzelfde doet, maar het gaat dat je met de bestaande ambtenaren een totaal andere werkcultuur creëert. Want dat zijn goede mensen die best het goede willen, maar die zitten ook allemaal
min of meer gevangen in een stelsel. En wat ik steeds merkte, dat, en dat het zo heb ik altijd gewerkt, dat als je met de mensen praat die het werk zelf doen, en je gaat aan hen vragen, hoe zou je dit nou anders inrichten, als je van scratch af zou mogen beginnen, dan vertellen zij je hoe het veel beter en hoeveel sneller kan, en dan moet je ze de ruimte geven om dat te doen, en uiteindelijk zal het wel met minder mensen kunnen. Maar je moet veel meer gebruik maken van de kennis en kunde van de mensen die het dagelijkse werk doen. En wat er gebeurt is dat heel veel van het werk wat mensen doen, wordt van bovenaf bepaald. Ook vanuit posities die totaal eigenlijk niet weten hoe het op de werkvloer gebeurt. En een soort checks en balances enzovoort. Ik heb altijd geleerd, en dat heb ik echt in de praktijk zoveel mogelijk ook toegepast, om te starten bij de mensen op de werkvloer die het werk doen, en daar en hen maximaal in staat te stellen om het werk te doen zoals zij zeggen dat het beste gaat. Dat nee, is het maar probleem. Dat is helder, Maurice. Dat is mijn steeds terugkerende oproep. De macht moet terug naar het ambacht. De mensen die het werk doen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze het werk doen. Nou, dan kan dus de helft van de ambtenaren er al uit, want de helft zit namelijk zich te bemoeien met hoe de mensen die het echte werk doen, het werk moeten doen. Voor het echte werk worden vaak ook nog gewoon mensen ingehuurd. Hè? Dat is ook zo'n reflex binnen de overheid. En, okay. En jouw pleidooi zou nog kunnen werken voordat het uit de hand gelopen was. Maar ze hebben de afgelopen jaren elk probleem opgelost. De oplossing voor elk probleem was meer ambtenaren erbij. En inmiddels is er gewoon ook een enorme krapte op de totale arbeidsmarkt, omdat die overheid de meeste mensen naar binnen zit te harken. En dat kan zo niet langer. Maar goed, die formatie moet heel anders. Daar zijn wij het over eens. Ondertussen wringt het elke dag meer met allemaal beleidsonderwerpen waar het huidige kabinet ook niet veel anders kan dan toch doorregeren. Hè, er moeten toch voorjaarsnota's komen, afspraken gemaakt worden in de EU en bij de WHO en weet ik veel waar allemaal. Die trein kan niet anders dan doordenderen. Ze kunnen natuurlijk ook niet overal waar we verplichtingen zijn aangegaan in de wereld zeggen, ja, wij komen even niet totdat we klaar zijn met navelstaren. Nee, dat is ook het punt. Ik bedoel, je kan kritiek hebben op de dingen die ze doen, maar ja, dan moet de formatie maar rond zijn en dan kunnen zij het gaan doen. Ik bedoel, ik begrijp dat best. Ik bedoel, je kan nogmaals, over ieder onderwerp kan je nog een keer discussiëren. Maar zij moeten ook, in feite bedenken, het kabinet is gevallen begin juli. Het is nu begin april. Ze zijn al ruim negen maanden demissionair. Hè? Besef dat ook. Ja, en er zijn natuurlijk ook al heel veel mensen weg. Maar er zullen ook nog weer meer mensen weggaan. Want hoe lang kan je mensen nog op zo'n ministerpost houden. En nou ja, we hebben van de week gezien in dat, ik weet niet, heb jij dat debat gevolgd over het pandemieverdrag? Nee. Wat er gesloten moet worden met de WHO? Nou, ik heb er ook in Op z'n Kop al even over gehad. Wij hadden Jona Walk daarover in de uitzending. En dan staat die Pia Dijkstra daar. Nou, die mevrouw die kon best ooit vroeger vrij verdienstelijk een autocue oplezen. Maar die hebben ze minister van Volksgezondheid gemaakt. Dat was werkelijk zo pijnlijk en zo beschamend. Die vrouw die weet echt helemaal niks. Die stond dat hele debat te stamelen en te en te a. En ze moest door paternotte nog uit de brand geholpen worden. Die moest haar nog souffleren dat ze allerlei dingen fout zei. Of voor de vierde keer zei, ik weet het niet. Moest paternotte nog een interruptie aanwijden om haar even te helpen. Nou, het was gewoon zo vreselijk pijnlijk. Dat je denkt, ja, maar dit is dus wat je krijgt. Als mensen te lang moeten blijven zitten, dan gaat, nou ja, de Kuipers wegging, dat deed hij niet op de meest nette manier. Maar vervolgens krijg je dit ervoor terug. Het maakt niet uit wie het nieuwe kabinet daar als minister van Volksgezondheid zet. Het kan niet slechter dan wat we nu hebben. En het is wel het ministerie met de allergrootste begroting, hè? Daar jassen ze er gewoon even 100 miljard doorheen per jaar. Ik heb het wel eens gezegd, dat is 3-4 keer de omzet van ASML. En daar staat gewoon een stamelende mevrouw die niks weet. Ja, nee. Ik had het niet gezien, maar ik heb er wel over gelezen dat het een beetje, dat het zo is gegaan. Ja, dat is het grote probleem. Maar ook is het natuurlijk een probleem als er iemand weggaat. En je hebt misschien nog 2 of 3 maanden die positie te doen, want daarna komt er een nieuwe regering. Ja, wat kan je dan krijgen? Ik bedoel, wie gaat daar dan zijn tijd aan besteden of zijn
prestige aan besteden. Ik bedoel, uitgerangeerde pensionado's. Ja, dat is dan het enige wat je krijgt. Maar jij zegt, ik heb wel over dat debat gelezen, maar waar heb jij er dan over gelezen? Nee, ik bedoel, ik heb dat gesprek van jou met Jona, dat heb ik teruggehoord. En ja? Ik heb vooral op Twitter, mijn nieuws haal ik daar doorgaans vandaan. Maar als aanvullend op mijn andere bronnen, en daar kwam ik redelijk wat tegen. Ook daar, dat vind ik het belangrijke, wat je net zei met de Volkskrant en de Telegraaf en met Vandaag Insight en met Opeen. Ook daar probeer ik ook altijd meerdere kanten te lezen. Dus ik zie wat er gezegd wordt over wat één Kamerlid gezegd heeft en daaronder weer reacties. Maar ook aan de andere kant, zo vorm ik meer mijn gedachten. Ja. En gisteren ik vraag er even op door, want ik heb volgens mij er in de mainstream, afgezien van de podcast die ik maak voor NPO Radio 1, heb ik helemaal niets gezien over dat debat over het pandemieverdrag. Ondertussen geef ik Bruce even een kluifje, want die begint vervelend. Ik weet al die talkshows niet. Heb jij er iets over gezien? Ja, bij Jort Kelder gisteren op de radio. Dr. Kelder en Co. Die had een juriste die heel erg voor dat verdrag was en het onbegrijpelijk vond hoe Nederland daarmee omging. Ja. Maar dit was dus een debat in de plenaire zaal over de crisis die ons land 3 jaar in de greep heeft gehouden, waarvan Mark Rutte zei, het is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarover is dan een debat in de plenaire zaal. En wat horen we of lezen we erover in de mainstream media, in de kranten en in de journaals? Niets. Helemaal niets. En nu ga ik even proberen een fragmentje goed in te starten. Ik weet vrijwel zeker dat het niet lukt, maar dan ga ik het opnieuw doen. Er was namelijk, even simpelweg over dat debat voor de mensen die het niet gevolgd hebben en op z'n kop ook niet hebben gehoord. Bij de WHO wordt er nu een verdrag gesloten, dat is bijna uitonderhandeld. Als er weer een pandemie komt, hoe we het dan beter gaan doen dan de vorige keer. Nou, dat klinkt goed, alleen wat zij beter vinden, vinden wij niet per se beter. Want alle dingen die de WHO fout heeft gedaan in de vorige pandemie, daar hebben we het allemaal niet over. Nee, ze gaan nog een tandje verder door op het pad waar ze zaten. Dus nog meer beslissingsbevoegdheid naar de WHO. Simpelweg de definitie van wat is een pandemie, wanneer komt een ziekte daarvoor in aanmerking. Dat moeten we allemaal op onze rug gaan liggen. En ja, de WHO heeft besloten. Nou, dat willen wij allemaal niet. Alleen, die trein die rolt en die rolt en die rolt. En in mei wordt dit verdrag al gesloten bij de WHO. Dus als die nieuwe regering er niet snel komt, gaat Pia Dijkstra namens ons dat verdrag zitten sluiten bij de WHO. Daar ging dat debat over. Dus de inzet van de formerende partijen, ook VVD was nog wel redelijk kritisch, maar PVV, NSC en BBB. BBB had het debat aangevraagd. Die zeiden allemaal tegen Pia Dijkstra, wij willen dat nu in ieder geval niet. Er is nog te veel onduidelijk. We weten een heleboel dingen niet helemaal hoe het afgesproken wordt. Die stukken kloppen ook allemaal niet. Hè. Pia Dijkstra had allemaal verkeerde stukken naar de Kamer gestuurd. Daardoor was niet helemaal duidelijk welke macht gaat er nou naar de WHO. En ga zo maar door. Nou, in dat debat stond ook die Danielle Jansen van NSC. Zij heeft zichzelf wel eens getipt als de minister van Volksgezondheid in het kabinet namens NSC. Zij zei daar dit. Betreft preventie. Wij lezen in het pandemieverdrag dat de nadruk bij het voorkomen van virusuitbraken met name ligt bij de One Health aanpak tegen zoonozen. Vroege detectie van dierziekten en het voorkomen dat dieren infectieziekten overspringen op mensen. Als we het over preventie hebben, zal echter het waarborgen van veiligheid van virologisch onderzoek volgens Nieuw Sociaal Contract evenveel aandacht moeten krijgen. We weten dat er naast waardevolle onderzoeksresultaten ook risico zitten aan vaccinstudies, virologische experimenten en proefdierenonderzoek. Zie onder andere uitbraken zoals SARS-1 en de influenza-pandemie van 1977. Tot op de dag van vandaag is de oorsprong van de COVID-19-pandemie onduidelijk. Willen we een volgende pandemie voorkomen, dan is een brede blik op preventie noodzakelijk. Niet om een schuldige aan te wijzen, maar om een nieuwe pandemie te voorkomen. Erkent de minister dat veiligheid van virologisch onderzoek nagenoeg ontbreekt in het pandemieverdrag? En vindt zij ook dat dit een even prominente plaats in het pandemieverdrag moet krijgen als de One Health aanpak?
Wat zou er volgens haar hierover moeten worden opgenomen in het pandemieverdrag? Ja. Ja, perfect. Music to your ears. Jazeker. Maar het is kenmerkend dat ze deze vraag moet stellen. En ik denk de antwoorden zullen ook wel weer bla bla zijn. In de zin van, en zeker in Nederland. Maar het is geweldig dat ze die vraag zo stelt. Want dat is ook inderdaad het grote probleem. Dat er gewoon onderzoeksvormen worden gedaan die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. En daar zit er amper belemmering op. En als er dan een keer een uitbraak is en de kans is groot dat het vanuit het lab is gekomen, dan de deskundigen en betrokkenen doen er gewoon alles aan om dat te maskeren. Ja, zo erg is het. Maar het betekent dus, er ligt nu een verdrag wat bijna rond is bij de WHO om de volgende pandemie beter aan te pakken. Maar daar staat inderdaad helemaal niks in over hoe is deze pandemie eigenlijk tot stand gekomen. We hebben het hier over een pandemie die de wereld helemaal in de greep heeft gehad. Jarenlang, waar talloze slachtoffers zijn gevallen, waar miljarden zijn verdiend door de farmaceutische industrie. En de WHO-trein dendert gewoon door. Dan is er een plenair debat waar iemand van een fatsoenlijke aanstaande regeringspartij, hè? NS, het was NSC, het was niet BBB die dit zei, het was niet Forum die dit zei, het was niet PVV die dit zei, nee, NSC, hè? Die toch door vriend en vijand als de meest fatsoenlijke van de onderhandelende partijen wordt gezien, die zegt dit gewoon. En ik hoor het niet in het journaal en ik lees het niet in de krant en er wordt gewoon, er is geen verslaggeving over. Maar vervolgens heb ik Jona Walker over in de uitzending bij NPO Radio 1. En Koopmans, Marion Koopmans, gaat helemaal los op Twitter. Alle trollen achter Koopmans gaan weer achter Jona Walk aan. Er zijn weer mensen die Jona Walk ter werkgever taggen. Hè? Het ziekenhuis waar zij werkt van, ja, mevrouw Walk zit hier desinformatie te verspreiden. Ik zei al tegen Rick, ga er maar vanuit dat er klachten bij ons over ons zijn ingediend bij de NPO voor het verspreiden van desinformatie. Maar deze mevrouw, Tweede Kamerlid, zegt het gewoon in de plenaire zaal en het wordt niet opgepikt. Wat is daar toch aan de hand, Maurice? Ja, en om even in het verlengde, dan zal ik zeggen wat er aan de hand is. In Amerika zijn er wel momenteel hele belangrijke ontwikkelingen. Want eigenlijk merk je dat er aan de kant van het Senaat, en wel vooral republikeinse zijde, maar dat begint ook wat over te stromen naar de andere kant, steeds meer duidelijk wordt wat er achter de schermen weg is gehouden, bewust weggehouden is van de buitenwereld, namelijk de betrokkenheid financieel en inhoudelijk van Amerikaanse onderzoekers bij het laboratorium in Wuhan, waar ook geld van Amerikaans geld naartoe is gegaan. En op 1 mei, dat over 2 weken, is er een verhoor van die Pieter Daszak, de sleutelman in dat proces, die terug moet komen, omdat hij bij een eerder verhoor aanwijsbaar gelogen zou hebben. En wat je nu ziet aan de ontwikkelingen die je volgt, en het is vooral die Senaatscommissie, die is meerdere mensen aan het oproepen, ook assistenten van Fauci, die via Gmail-achtige accounts, die heeft bewust hun communicatie buiten de officiële lijnen hebben gehouden. Dus ze zijn daar op oorlogspad. En je merkt dat de betrokkenen, Pieter Daszak heeft allerlei e-mails nu naar buiten gedaan, die ook weer op allerlei manieren problematisch zijn. Dus ja, dit gaat ontzettend groot worden. En wat je gewoon alleen merkt, ja, in Nederland, maar ook in andere landen, maar in Nederland nog meer, omdat Nederland Marion Koopmans als heilige heeft beschouwd en Keulemans de hoge priester van Marion Koopmans was en is, zoals hij ook de hoge priester van Dissel was, is Nederland, ik heb onderzoek gezien, van alle landen ter wereld, is Nederland het land wat het minst denkt dat het virus uit het lab is gekomen, samen met Denemarken. En, ja. En omdat ze zelf die positie hebben ingenomen, alle media in Nederland, ja, ik denk dat het enige moment is waarop ze er een beetje op terugkomen, is als Pieter Daszak met handboeien om
het Senaatsgebouw uitgaan. Nee, en zelfs joh, dan niet. Er is geen Nederlander die weet wie Pieter Daszak is, behalve de mensen die af en toe eens op jouw site kijken. Dus dat komt ook niet in het journaal, want dat is voor mijn moeder helemaal niet relevant. Weet niet veel wie Pieter Daszak is. Het wordt gewoon zo opzichtig weggehouden uit de media dat, nou ja, het is werkelijk gênant. Overigens, de mensen in de comments die zeggen, Marianne, waarom noem je Gideon niet? Terecht punt. Het was Gideon van Meijeren die het best Pia Dijkstra op de knieën bracht. Want die man is wetgevingsjurist van origine. Dus die had echt gewoon dat hele verdrag artikel voor artikel doorgenomen. En speelde daar echt een hele goede rol. De reden dat ik hem niet noem is vooral, die spelen geen rol in de formatie. Dus die zitten met hun 3 zeteltjes in de kamer. Het is allemaal superbelangrijk misschien voor hun eigen achterban. Maar op het grote geheel der dingen gaat het verschil niet maken. En ja, hoe Dijkstra daar stond te stuntelen, daar zal ook niemand achter gekomen zijn, behalve de mensen die onze podcast luisteren en nu dit gesprek kijken. Het geeft wel een mooi bruggetje, Maurice, naar, moeten we dat toch eventjes over hebben. Wij hebben aanstaande dinsdag al, 16 april, in het Vigitheater in Zeist, hebben wij Fleur Agema op het podium. Fleur deed ook mee aan dit debat in de Tweede Kamer over dat verdrag. Dus wij kunnen ook eens eventjes met Fleur nog praten over wat voor rare dingen gebeuren er hier. En ook die rare rol van de media. Daarvoor hebben wij Ton Verlind op het podium. Oud-directeur van KRO en NCRV. En heeft ook brandpunten gemaakt als journalist en zo. Ik wil ook gewoon graag van hem horen. Wat zijn dit nou voor rare mechanismes waar wij hier naar kijken? Voor de mensen zeg ik even tegen onze kijkers en luisteraars die nog steeds hun kaartje niet hebben geregeld voor dinsdag. Ik ben zelf ook zo iemand. Ik wacht ook altijd op het laatste moment. Dat heeft met mijn bindingsangst te maken. Dat ik denk, ja, maar misschien komt er maandag een leukere kans voorbij om iets dinsdag te gaan doen. Maar weet even, de zaal is al wel vol. Maar ze kunnen bij Vigi ook nog een balkon of zoiets openen. Dan hebben we nog 100 plekken erbij. Dus mensen die nog echt willen langskomen, regel je kaartje. Anders kan het gewoon echt niet meer. En dat zou jammer zijn, want ik kan even een klein stukje vast laten zien. Relatie is dat er een 1-op-1 relatie is met het virus mag niet door de lucht gaan. Nee, natuurlijk is het niet. Maar het antwoord op alle vragen die leven begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Het hele aerosolendebat is een debat geworden van ideologie en niet van wetenschap. Ik krijg regelmatig van klokkenluiders informatie. Dat had niet onderzocht mogen worden. Dat het niet onderzocht had mogen worden. Dat virus blijft in de lucht hangen. En doordat ze dat niet wilden onderkennen, zijn er tienduizenden onnodige slachtoffers gevallen. Dit is de CO2-meter. Wat ook leuk was, je was hem vergeten op school. Dus hij heeft in stilte gedaan en dat zie je, de hele tijd was het hetzelfde. Dag Maurice, je spreekt met van LinkedIn. De titel van alles, men doet alles om ons bang te houden. Ja? Ja, dit is content tegen onze community policy. Dit is een biobaan, dus dit is een soort out-of-jail card voor de schuldvraag over het ontstaan van deze pandemie. Ja, dat is de documentaire over jou die we dinsdag allemaal voor de eerste keer live kunnen gaan zien in Zeist. Voor de mensen die niet kunnen komen. Hij is ook dinsdagavond al op jou en mijn site en andere plekken is hij ook gewoon te bekijken. Hè? Dat is achter een paywall, dus dat kost dan een paar euro volgens mij. Maar dan kunnen mensen de film ook zien. We proberen ook het panelgesprek wat we voorafgaand aan de vertoning hebben met Fleur Agema, Ton Verlind en misschien nog één of twee andere mensen, proberen wij ook te livestreamen op dit YouTube-kanaal, jouw YouTube-kanaal, nou ja, waar mensen ook maar gewend zijn naar ons te kijken. Ja, ik verheug me er enorm op tegelijkertijd. Ik heb de documentaire al wel mogen zien. Het trekt je weer zo terug in die tijd die ik ook gek genoeg voor een deel al wel weer vergeten ben. Dat het ook wel, het is net een beetje denk ik als dat je naar een oorlogsfilm gaat en dat je naar buiten loopt en denkt dat het nog steeds oorlog is. Ik vond het ook wel, wat hebben we een hoop meegemaakt en de gekkigheid is nog niet voorbij, hè? Ja, ja we laten ook nog wat andere dingen zien, maar het is eigenlijk een combinatie. Als je goed bekijkt, je weet eigenlijk niet meer of je moet huilen of lachen over de waanzin. Die wetenschappers die met zoveel stelligheid dingen beweerden die onzin waren. Weet je? En dat is het meest schokkende. En laat ik zeggen,
wat ik heb overgehouden van die situatie is ja, een soort basis wantrouwen. Wantrouwen, alles op wat je op je afkrijgt. Ja, ga ik verder onderzoeken als ik het relevant vind. Want ik vertrouw het eigenlijk niet meer. Ik denk, het kan ook anders zitten. Want jullie hebben bewezen tijdens de coronaperiode dat je gewoon alles nasprak wat er lag. Of omdat je het zelf niet onderzocht, of omdat je deelgenoten van was. Ik ben zo vaak, echt heel vaak mensen aan de lijn gehad, van medici ook. Die zeiden, ja, je hebt gewoon gelijk. En toen zei ik, ja, maar waarom breng je dat dan niet naar buiten? Toen zeiden ze, ja, dat kost me mijn baan. En dat is wat, ja, dat heeft me ontzettend argwanend gemaakt ten aanzien van, ja, als ik wetenschappers weer stellig dingen hoor beweren. Maakt niet uit welk onderwerp. En het maakt ook niet uit of wat ze beweren, ik nou denk, ze zullen wel gelijk hebben of ze zullen ongelijk hebben. Nou ja, daarom is het fijn dat Fleur Agema komt. Daar put ik dan wel mijn vertrouwen uit. De democratie functioneert. We hebben ze weggestemd. We zitten nu nog even met Pia Dijkstra opgescheept, maar ook zo'n Danielle Jansen van NSC. Die legt wel degelijk gewoon de vinger op de zere plek. Fleur Agema wordt misschien wel minister van Volksgezondheid. Dat gaan we haar vragen dinsdag. Mona Keijzer heeft dit debat aangevraagd. Gideon van Meijeren heeft daar geweldig werk geleverd. Dus er zitten ook gelukkig mensen in de Kamer die denken zoals wij. En die namens ons daar de goede dingen vragen. Dus dat geeft mij dan een beetje het vertrouwen. De mensen in de comments zeggen terecht. Bruce wil zijn verjaardag gaan vieren. Die zit er al de hele tijd tussendoor te blaffen. Dus ik ga zo langzamerhand hier. Ik sta hier aan de rand van een prachtig natuurgebied. Daar gaat Bruce lekker zwemmen zo. Wij zien elkaar dinsdag. Mijn laatste oproep aan mensen. Chef, even snel je kaartje via de site van Maurice of via mijn site. Hoe laat moeten mensen in? We gaan nog even een programmaatje, denk ik, wel even op de site zetten. Hè? Van hoe laat precies waar ze moeten zijn. Half acht begint het. En de zaal gaat open van 7:15. En het is bij Vivi in Zeist, waar ook van prima simpel restaurant is, waar je ook daarvoor kan eten. En zo. Okay, dus, nou ja, het is het centrum van Zeist. Centrum van, kan je daar ook een beetje parkeren trouwens? Zij hebben zelf een grote parkeergarage. Zij hebben zelf een grote parkeergarage. Er was weer geen bus in natuurlijk. Nou, dan moeten we even kijken hoe dat gaat. Dus mensen, kom gezellig op tijd. Want het is niet alleen de vertoning van de documentaire en het gesprek met Fleur Agema en Ton Verlind. En natuurlijk, jullie kunnen Maurice, de hoofdpersoon van de documentaire, daar live zien rondlopen. Handtekeningen vragen, de hele toestand erop en eraan. Dat is alleen al reden om te komen. Maar vooral is het natuurlijk leuk dat we elkaar daar gaan zien. En nog eventjes weer met elkaar ja, ons kunnen realiseren in wat voor gekte wij geleefd hebben. En dat we waakzaam moeten blijven om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Ik hoop dat ik jullie dinsdag allemaal zie in Zeist. Ik verheug me er enorm op. We zijn ook live voor de mensen die niet kunnen komen dinsdagavond. En ik denk dat wij er zondag gewoon weer zijn met een dwars door de formatie, Maurice. Ik vrees niet dat het voor die tijd opgelost is. Ja, ik denk ook niet dat we vrijdag een kabinet hebben, nee. Dus... Nee. Nou, dan zien we ook op dinsdagavond of zondag weer. Sorry, ik zit door. Ja, nadat het kabinet er is, moeten we nog één afsluitende aflevering. Plan die maar half oktober of zo. Nou ja, en we moeten misschien toch ook even kijken of we nog wat gaan doen rondom de Europese verkiezingen. Maar goed, daar komen we allemaal op terug. Dinsdagavond in Zeist en anders zondagochtend weer je wekelijkse subsidievrije lichtpuntje tussen WNL op zondag en Buitenhof. Ik ga mij met de jarige Job bemoeien en ik wens jullie ook allemaal een hele fijne zondag. Tot volgende week. Dag.